We hebben hier een aap. Die aap zit in een kooi, zoals je kunt zien. Zo, maak even open. De kooi is verder leeg. Kun je gewoon heen kijken. Hallo, hallo. Zo. Ik zal hem even hier neerleggen op tafel. Dan blijft hij voor iedereen in zicht. Die aap wordt gevangen genomen. En die wordt in een hutje gestopt. En dat is een magische hut. Ik zal laten zien waarom. Maak de hut even open. Die aap gaat namelijk in de magische hut. Want ze hebben die aap 's morgens gevangen. Hij zit de hele dag in het hutje. De hele nacht in het hutje. En het gekke is, als ze de volgende morgen in het hutje komen, is die aap gekrompen en plotseling heel klein geworden. Niet te geloven. Nou, ze geven hem eten die hele dag. De volgende dag, niet te geloven, maken weer het huisje open en ze kijken. En wat zien ze? Hij is weer terug groot. Niet te geloven. Dan denken ze, nou, hij is zo groot, we hoeven hem geen eten meer te geven. En de volgende morgen, je voelt hem al, is hij weer helemaal klein. Nou, ik snap zelf niet eens hoe dit kan. En ook die dag erop is hij weer terug helemaal groot. Nou, een ongelofelijke truc vind ik zelf. Echt niet te begrijpen ook. Jullie begrijpen hem wel? Oh, oké. Nou, wat ik erbij moet zeggen, dit is een magisch hutje. Waarom is dit een magisch hutje? Nou, als je namelijk je vingers knipt, verandert dat hutje namelijk in de eigenaar van de hut. En dat is namelijk deze medicijnman, zie je? En die medicijnman, die zorgt er dus voor dat allemaal die gekke dingen gebeuren, dat die aap krimpt en dat die aap weer groeit. Over de aap gesproken, waar is de aap eigenlijk? Zie? Want ik heb hier wel de kooi, maar in principe heb ik verder geen aap. Het is een vreemde... Oh. Zie? En dan zit de aap weer terug. In de kooi.